Mijn werk in de gehandicaptenzorg is gewoon mijn dagelijks leven. Dus het is niet nu voor de wedstrijd, zet ik me even een paar weken in voor een goed doel of zo. Doesburger Mike van Doren die stapt woensdag flink afgetraind in het vliegtuig naar Thailand, waar hij de aankomende 2 weken meedoet aan de internationale Mr. Friendship-verkiezing. Maar het gaat niet alleen maar om spieren, ook om het innerlijk. En dat zit volgens Van Doren bij hem wel goed door zijn werk in de gehandicaptenzorg. Dit is gewoon echt wie ik ben. Hier ligt mijn passie, mijn plezier. En dit doe ik elke dag. En ik denk dat dat wel een heel sterk punt is om mee te nemen naar die wedstrijd. Niet alleen hij heeft er vertrouwen in, ook zijn cliënten. Ik hoop dat hij zal winnen, omdat hij de meest sterke man die ik ken. Mike werkt op een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En ook daar kan hij zijn passie doorgeven. Het is tijd, jullie mogen dit even afronden en dan gaan we lekker aan het sporten. Elke donderdag ga ik met een clubje cliënten naar lokale sportschool hier in de buurt. En dan geef ik fitnessbegeleiding. Is hij een beetje streng? Af en toe. Ja, je zit hem nog zwaar, joh. Ja, tuurlijk. Kun je best hebben. Het is wel handig met mijn doorzettingsvermogen. En wat vind je ervan dat hij naar Thailand gaat? Dat hij meedoet aan de Mister-verkiezing? Leuk. Knap van hem dat hij dat zo kan volhouden. Mijn werk in de gehandicaptenzorg is gewoon mijn dagelijks leven. Dus het is niet nu voor de wedstrijd, zet ik me even een paar weken in voor een goed doel of zo. Ben je een beetje zenuwachtig? Nog niet.